mogelijk als initiatieven om wonen betaalbaar te houden. We hebben al heel wat zaken gedaan. Enerzijds hebben we die registratierechten verlaagd en ook een renovatieverplichting opgelegd. Wij denken dat op lange termijn de markt zich zo zal gaan zetten dat eigenlijk energiezuinige woningen, dat die wel in prijs kunnen groeien, maar dat woningen die niet energiezuinig zijn, dat die een stuk goedkoper gaan worden. Omdat natuurlijk gaat meegerekend worden dat men verplicht is om die renovatie nog te doen. Dus dat zijn al maatregelen die we genomen hebben ten aanzien van koopwoningen, heel uitdrukkelijk. En daarnaast werken we ook met premiesystemen, waarbij mensen die geen nieuwe woning kopen, maar die toch hun woning energiezuinig willen maken, dat we de mijnverbouwpremie hebben en de mijnverbouwlening. En mijnverbouwlening die trouwens ook open staat voor verhuurders. Dus ook zij kunnen beroep doen op een ondersteuning van de Vlaamse overheid om hun woning energiezuinig te maken. Dus ik denk dat we daar tegelijkertijd aan verschillende knopjes draaien om te zorgen dat we eigenlijk mensen eerst en vooral bewust maken. Als je een woning hebt of aankoopt, hou die renovatie in je achterhoofd. Zorg dat die energiezuinig is. Dat betaalt zichzelf ook terug op lange termijn. En dat we op die manier ook het totale woonconcept betaalbaar kunnen houden. Dus er zijn al heel wat initiatieven genomen die het moet mogelijk maken om een woning aan te schaffen, renoveren, bouwen, vooral in het kader van die energetische renovaties. Dan ook om het aantal woningen te doen stijgen, zowel nieuwbouw, huurwoningen, koopwoningen, in het kader van conventionele huren. Wat zijn daar de plannen? Wat is de timing om dat in te voeren? Kan de sector daar iets toe bijdragen of bij helpen? Maar dat is in elk geval zo mogelijk de grootste uitdaging die we hebben. Dat is het feit dat we van vandaag tot 2050 hebben 400.000 nieuwe wooneenheden nodig. Dat betekent dus dat we met meer mensen zijn door migratie en door gezinsverdunning, moeten we die gaan bijbouwen. Nu, ik denk dat de sector zelf daar al zeer veel toe bijdraagt. Als je gaat kijken naar het verleden, van 1995 tot 2020, op 25 jaar tijd, hebben we 705.000 nieuwe wooneenheden gerealiseerd door de sector. Dus in die zin denk ik dat die doelstelling naar 2050 ook wel haalbaar is. De grote uitdagingen daar liggen enerzijds op het gebied van ruimte. Er is een heel brede consensus in Vlaanderen dat we open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren. Maar daarnaast, zoals u aangeeft, de betaalbaarheid van het wonen. Nu, ik zie ook in de sector heel veel innovatie. We gaan veel meer naar off-site bouwen, dat er gekeken wordt naar circulair bouwen en ga zo maar door. Ik ben ervan overtuigd dat dat de sterktes zijn die op de toekomst de sector gaan ondersteunen en daarmee ook ons maatschappelijk doel bereikbaar maken dankzij die innovatie.